Hand in hand met veel enthousiasme stappen de kinderen van de tweede kleuterklas van de Muzuschool de Minaarschouwburg binnen. Daar worden ze getrakteerd op de kindervoorstelling BAM. De acteurs moeten alles uit de kast halen voor een publiek van amper twintig kinderen. Maar dat vinden ze best. Sinds maart vorig jaar voor het eerst terug een uh, live publiek. Uh, en die verwondering in die ogen te zien. En die jonge mensen die. Terug de spanning van buiten de muren van school te mogen, dat tochtje hier naartoe, hier binnenkomen. Dat licht gaat uit, de, de spanning stijgt, dat, dat, dat begint. En je voelt die zijn direct mee. En je voelt ook heel hard uh, de, nood, de nood van uh, dit soort dingen te kunnen doen. Kinderen genieten met volle teugen, maar ook voor de nieuwe directeur van de Minaarschouwburg is het een bijzonder moment. Zeer blij weer zien en het is zelfs meer dan een, een klas of kindervoorstellingen. Het is mijn eerste publiek sinds dat ik hier directeur ben. Dus ik was eigenlijk zenuwachtig deze ochtend om na vier maanden terug mensen, kleine grote mensen, in het theater te mogen ontvangen. Ik ben sowieso zot van kindertheater. Het is trouwens ook vandaag dat we hebben vernomen dat Eva Bal is overleden, dus ik vond wel... Passend dat we vandaag ook een, een prachtig kindertheaterstuk hebben gebracht. Um, Bam is geweldig. Het is een actieve, tactiele um, voorstelling vol verbeelding. Ik geniet daar altijd ontzettend van. Ik kan het, het kind in mij terug zo uh, wakker maken met zoiets. Ja. En de kinderen en de kleuterjuffen vinden het alleszins dolle pret. <laughs> We zijn vorige week uh, ook op schoolreis mogen gaan, eindelijk, en de kinderen vinden dat echt de max. Ik probeer nu wel zo heel veel buiten te gaan, naar het parkje of naar de speeltuin of om toch wel buiten te zijn, maar de kinderen hebben daar echt wel nood aan. Ja, je hebt gezien daarnet, ze hebben echt kaartgenoten genoten van alles, dus dat was echt de max. Een toneerstuk spelen voor één klas, rendabel is dat niet. Maar toch doen ze het hier. Al was het maar om de beleidsmakers nog eens duidelijk te maken dat theater in een gecontroleerde omgeving best veilig kan plaatsvinden. Naar mijn eigen mening is, is dat perfect haalbaar om van één school hier vier of vijf klasbubbels, zelfs uit elkaar met de perfecte afstand hè, uh, hier te zetten. Dan zouden wij terug meer kunnen spelen. Is dat economisch ook rendabel voor onze sector? En kunnen wij beginnen aan een relance en niet te vergeten de... de Sociale, maatschappelijke en mentale meerwaarden ook van zo'n dingen te kunnen doen, zowel voor ons als voor de, uh, als voor de kinderen.